Ik ga het in ieder geval voorlezen, want het is anders een te ingewikkeld verhaal. Er zijn hele processen aan de gang gegaan sinds ik deel die verhaal geschreven heb. En anders klopt er niks meer van. Na 6 jaar huwelijk was in 1977 mijn dochter en in 1979 mijn zoon geboren. Hoewel het huwelijk niet echt blijmakend was, kreeg ik pas in de gaten dat er iets helemaal niet goed zat toen ik een jaar na de geboorte van mijn zoon in een feestweekend met de Hoekskapel een huilbui kreeg die niet meer ophield. Ik wist helemaal niet waar dat mee te maken had. En van de andere leden vroeg ook niemand iets aan mij. Daarom trok ik me de rest van het weekend terug. Eenmaal thuis heb ik een psychiater gebeld. Ik kon er snel terecht. Ik vertelde hem dat mijn man steeds zei dat ik gek was. En omdat ik 2 kinderen had, vroeg ik om mij op te nemen en iemand anders voor de kinderen te laten zorgen. Hij stelde me gerust dat ik niet gek was, maar dat er zeker wel het een en ander aan de hand was. Mijn man moest de volgende keer maar meekomen. Op de vraag van de psychiater aan hem wat hij te vertellen had, antwoordde hij: ik? Met mij is niks. Zij is gek, niet ik. Hij verliet de ruimte en praatte daarna nooit meer met me. Ging behalve voor zijn werk ook alle avonden weg en op een gegeven moment zijn we woordeloos gescheiden. Inmiddels kan ik met terugwerkende kracht zeggen dat ik me toen zo klein en onwaardig voelde dat ik, zoals ik het nog steeds uitdruk, in een lucifersdoosje paste. Dat resulteerde er onder andere in dat ik alleen spullen van mijn familie en van de kinderen meenam en dan niet eens bij stil stond dat ik rechten had. Ik liet bijna alles achter. Ook de helft van de waarde van het huis. Dan kon papa er blijven wonen en dan hoefden de kinderen niet aan zoveel nieuwe situaties te wennen, was het enige waar ik toen aan dacht. De kinderen nam ik overigens wel mee, want die wilde hij niet op het scheidingsmoment. In 1991 ging mijn zoon, toen 12 jaar, naar zijn vader, omdat er alsmaar ruzie was met zijn zus. Maar enkele maanden later volgde mijn dochter hem. Daarna was het een hele tijd heel donker in mijn leven. Een lange, depressieve periode volgde. Ik weet nauwelijks meer iets van deze tijd. Maar ben ervan overtuigd dat een engel naast mij is blijven lopen om de weg naar mijzelf weer terug te vinden. De puberteit, middelbare school en studententijd van de kinderen heb ik het voor het grootste gedeelte gemist. Maar bij de diploma-uitreiking van hun beroepsopleiding was ik erbij. Dat was ook weer voor het eerst dat ik enkele woorden met mijn ex-man gewisseld heb. Mijn dochter kreeg verkering met iemand die naar de andere kant van de wereld wilde en ging bijna direct daarna weg uit Nederland. Ik heb haar nog wel uitgezwaaid. Enkele jaren later kwam bij haar het eerste kleinkind. Tegen die tijd was er voldoende contact om de reis naar de andere kant van de wereld te maken om mijn dochter vlak na de geboorte van haar zoon een maandje te assisteren. Daarna bleef er Skype-contact. Mijn zoon trouwde en daar kwam het tweede kleinkind. Omdat ik nog werkte en zij 5 kwartier rijden bij mij vandaan woonden, zag ik hem niet vaak, maar wel met enige regelmaat. Tegen de tijd van zijn 4e verjaardag in december 2013 waren we dikke maatjes. Enkele maanden eerder, in augustus 2013, was mijn ex-man na jaren ziekte gestorven. En kort voor de 4e verjaardag van mijn kleinzoon in december had ik een brief van een notaris gekregen. Mijn handtekening bleek nodig om een oude hypotheekakte door te halen en mogelijk had ik nog rechten. Ik was verrast, blij, maar voelde me vooral onwennig bij het idee dat er wellicht alsnog gerechtigheid zou komen. Toen mijn zoon me na mijn verjaardagsbezoek naar de bushalte bracht, vertelde ik hem over deze brief. Hij werd onmiddellijk furieus. Zou jij dan gebruik maken van dat recht? Ik antwoordde dat als ik recht zou hebben, ik daar wel gebruik van wilde maken. In dat geval zul je me tegenover je vinden, zei hij nog. Kanttekening. Ik ben na de scheiding, ondanks een opleiding in de zorg en parttime werk, nooit meer boven een minimuminkomen uitgekomen. Een mediation en het zetten van de noodzakelijke handtekening om de hypotheekakte door te halen konden niet verhinderen dat mijn zoon de verbinding verbrak. Ondanks dat ook nog gebleken was dat mijn rechten verjaard waren.
Maanden later wilde ik mijn kleinzoon zo graag zien dat ik bij rechtshulp ben gaan vragen of ik tussen de middag naar zijn school kon gaan. Dat kon, mits er geen straatverbod was. 6 maanden na het verbreken van de relatie ben ik naar zijn schooltje gegaan. Mijn kleinzoon was blij verbaasd me te zien. Zijn juf gaf toestemming om met hem op het bankje net buiten het schoolplein te gaan zitten, waar we beide onze boterham hebben zitten opeten. En hij zelf gaf na een half uur aan dat hij wilde gaan spelen. Met een high five hebben we afscheid genomen toen hij weer met de juf en zijn klas naar binnen ging. Ik voelde me zo blij. En voor mijn gevoel was mijn kleinzoon dat ook al die tijd. Dat wilde ik vaker doen. Enkele dagen later kreeg ik een telefoontje van de politie uit hun woonplaats. Mijn zoon had hen gebeld. Deze politieagent zegt, er is een dossier van u gemaakt en er is een sanctie. U mag nooit meer op de school komen. Zou u dat toch doen, dan wordt u in bijzijn van uw kleinzoon door de politie afgevoerd. En dat wilt u toch zeker niet, mevrouw? Ik heb gezegd dat ik dit gesprek graag op het politiebureau wilde voeren en dat ik het dossier wilde inzien. Beide kon niet. Advies gevraagd bij de rechtshulp. Zij konden niets doen. Er waren vele duizenden grootouders zoals ik, zonder rechten. Voor mij een heel nieuw thema. Kan ik niet naar de burgemeester schrijven, vroeg ik, en dat werd gestimuleerd. Vervolgens bleek dat de burgemeester dit soort zaken niet meer behandelt en het duurde vele weken eer er een brief van de betreffende korpschef kwam. Er stond in dat een vermelding was gemaakt in een computerbestand. De rechtshulp wilde meteen een kopie hiervan om anderen te adviseren hetzelfde te doen. Dit in verband met het feit dat er dan zwart op wit staat wat precies aan de hand is. In mijn geval dus geen dossier en geen sancties. Aan de andere kant is er mijn zoon. Die is mij 2 keer flink de les komen lezen. De eerste keer om mij te vertellen dat ik zijn kind nooit, nooit, nooit mocht benaderen zonder zijn toestemming. Mijn kleinzoon zou er niet tegen kunnen plotseling zijn oma te zien. Zijn zoontje was volgens hem 3 weken van slag geweest en mijn bezoek stond gelijk aan een ontvoering. Dit is zijn zienswijze. Ik zeg het hierbij omdat ik het op die manier nooit bekeken zou hebben. Daar zelfs niet opgekomen zou zijn. De tweede keer kwam hij met zijn vrouw. Ze vertellen dat ik totaal niet adequaat gehandeld heb na de dood van zijn vader. Ze geven aan dat ik gefaald heb als moeder en schoonmoeder en dat hij nooit iets van liefde van mij ervaren heeft. Dat ik zijn vader financieel uitgekleed zou hebben en mijn zoon van zijn erfenis heb willen beroven. Dat ze aangenomen hadden dat ik zijn vaders rol na diens dood automatisch overgenomen zou hebben. En nu blijkt dat hij eigenlijk zijn vader en moeder kwijt is. Ik heb sorry gezegd, mijn excuses aangeboden. Hem gevraagd wat ik dan nu in elk geval voor hem kan doen. Laten weten dat ik zie dat er kennelijk alsmaar misverstanden ontstaan zijn. Verteld hoezeer het doet dat we elkaar niet kunnen bereiken. Gevraagd om een streep onder het verleden te zetten en met een schone lei te beginnen. Ze reageerden nergens op. Ze zeiden alleen, jij hebt de sleutel. Pas als ik zou toegeven dat ik degene ben die fout was, zouden we volgens hen weer samen verder kunnen. Na hun bezoek kwam ik er zelf bij uit dat ik, na het vrijwillig vertrek naar hun vader, kennelijk niet die innerlijke verbinding als moeder met mijn kinderen heb kunnen behouden, die ik zelf al die tijd wel voor ogen had. Ook ben ik ervan geschrokken dat je eigen idee over zorgvuldig en liefdevol handelen zo enorm ver van het idee van je kinderen kan liggen. Inmiddels werd het januari 2015 en voelde ik me ziek door de hele situatie. Ziek betekent hier dat ik er niet meer over kon denken, voelen, praten of handelen. Ik zat in een soort wanhoopskramp. Deel je verhaal viel me in. En ik begon te schrijven. Toen ik klaar was, zei ik hardop tegen mezelf. Dit is niets. Hier heeft niemand wat aan. Dat moet ik herschrijven. Onmiddellijk daarop kwam een stemmetje van binnen dat zei, stuur het weg. Precies zoals het is.
En dat deed ik. Er gebeurde een paar dagen later iets wat ik zonder dit te doen nooit meegemaakt zou hebben. Ik begon te ontdekken dat het er niet om ging of iemand daar wat aan had. Het goed of afkeurde. Maar om mij, om hoe mijn verhaal en beleving hierin was. Helemaal los van wie dan ook. Los van mijn zoon, zijn vrouw en vrienden, mijn vriendinnen, huidige echtgenoot en van de eventuele lezers of toehoorders. Ik begon te zien dat ik alsmaar in kringetjes was blijven draaien, me afvragende waarom het me niet lukte mijn verhaal op één lijn te krijgen met het verhaal van mijn zoon, vriendinnen, echtgenoot. Dit voelde als een enorme bevrijding, een zeg maar voorzichtige doorbraak en herkenning van mijzelf, van hoe ik het allemaal ervaren en beleefd had. Wauw, wat werd ik hier blij van. Er kwam rust. Toen gebeurde er iets onverwachts. Tijdens het verwerkingsproces ontdekte ik dat ik niet het gemis van mijn kleinkinderen, maar het al zo lang niet meer echt ontmoeten van en communiceren met mijn zoon veel erger vind. Mij werd duidelijk dat na zijn vertrek naar zijn vader wij zo ver uit elkaar gegroeid zijn dat we elkaar op dat voor hem cruciale moment na zijn vaders overlijden kennelijk niet meer konden bereiken. Dit is zeg maar sluipend en langzaam aangebeurd, zonder dat we het gemerkt hebben. En van dit zeer pijnlijke feit is het niet zien van mijn kleinzoon en kleindochter, die in 2013 geboren is en die ik toen een paar keer gezien heb, voor mij althans, als het ware, een er nog bijkomend verdriet. De allerbelangrijkste ontdekking? Doordat mijn zoon altijd heel boos en afwijzend reageerde op mijn ideeën, gevoelens en ervaringen, werd ik onzeker. En nu ik dat ontdekt heb, kan ik pas zien dat hij, als het ware, onuitgesproken van mij verwacht dat ik hem in alles gelijk geef. Zeg maar, mijn gevoel in de prullenbak gooi. Mijn deel bestaat in feite niet voor hem. En dat mag hij natuurlijk doen. Wellicht is het beter om te zeggen dat hij bezig is zijn ideeën, gevoelens, ervaringen te verdedigen. En die liggen, net zoals die van zijn vader, vrouw en vrienden, toevallig op heel veel vlakken 180 graden tegenover die van mij. Onzekerheid was vanaf hij naar zijn vader ging mijn reactie op zijn uitingen. Boosheid is al vanaf dat hij naar zijn vader ging zijn reactie op mijn uitingen. Dat is eigenlijk ook oké. Alleen kunnen we elkaar daardoor op dit moment niet bereiken. Tot slot. Als ik naar de foto van mijn kleinzoon kijk, die ik destijds op zijn schooltje gemaakt heb, word ik blij. Toen hij in december 5 jaar werd, heb ik gewoon bij die foto voor hem gezongen. Soms vertel ik hem een verhaaltje. Als ik naar een foto van mijn zoon kijk, ben ik nog wel eens verdrietig. En heel soms ping ik een traantje weg. Echter niet meer omdat ik mijn kleinkinderen en hem niet kan zien of spreken, maar voor hemzelf. Omdat hij er tot nu toe van overtuigd is dat ik de oorzaak van zijn boosheid en frustratie ben. Toch geloof ik in de dag dat hij ontdekt dat het zijn boosheid is. Omdat ik toevallig wat andere meningen heb als hij, zijn vader, zijn vrouw en zijn vrienden. En ik geloof dat hij ooit weer, net als op zijn 11e, toen we eens een zeer heftig meningsverschil hadden, zal zeggen: mam, hier hebben we een totaal verschillende mening over. En dat blijft ook zo. Maar ik hou toch van je. Wat de doorspitten van deze pijnlijke situatie me ook heeft gebracht, is een open vervolg naar de rest van mijn leven. Met hoop, vertrouwen en vreugde. Mede door nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zoals een optreden met een bewegingsgroep bij Musica Sacra Maastricht in september. En misschien nog enkele uitvoeringen bij de Nederlandse Dansdagen in Maastricht in oktober. De repetities zijn al volop bezig. Ik sluit af in dankbaarheid naar mijn zoon waar ik zoveel van hou. En deel je verhaal.